Kijk, een mokje voor je allerleukste oom is altijd mooi, maar het heeft weinig te maken met natuurkunde. Maar als je nu een oom hebt die geschreven wordt met OHM, dan is iets anders. Want meneer oom, kijk, dat is deze, die heeft alles te maken met, kijk, weerstand. Elektrische weerstand, daar zullen we het de keer over hebben. We beginnen eerst met een stroomkring. Ja, je ziet hierboven een batterij, een staafbatterijtje. En hieronder dat rechthoekige blokje, dat noemen we nou een weerstand. Een weerstand is niet dat er geen stroom doorheen kan. Nee, het is echt wel een geleider. Maar de stroom gaat er niet 1, 2, 3 doorheen. Nou, batterij en zo'n geleider gaan we natuurlijk niet iedere keer op deze manier tekenen. He, daar hebben we symbolen voor. Kijk, de batterij, twee streepjes. Grote streepje is de plus, kleine streepje is de min. En die geleider, de weerstand, dat is gewoon een rechthoekig stukje. Nou, stel je voor, we hebben weer een spanning van 4 volt. En let op, hè, spanning in volts. En doordat er een spanning opkomt, zal er dus een stroom gaan lopen. En de elektrische stroom gaat altijd van plus naar min. Ja, dus, nou, stel je voor, die stroom is ongeveer 200 milliampère, nou ongeveer, precies. Hè? En stroomsterkte moet in ampères. Nou, je ziet daar al milliampères staan. Dus hè, let even op, hè? Milliampères omrekenen naar ampères, dan moet je dus delen door 1000. Dus die 200 milliampère is eigenlijk natuurlijk 0,2 ampère. Stroomsterkte, overal gelijk. He, dat is, he, als ik dus hem hier zou meten, is hij 200 milliampère. Als ik hem hier ga meten, 200 milliampère. En daar, oftewel, maakt niks uit waar. Maar dat is niet met de spanning zo. He, als je de spanning bekijkt, dan is het zo dat aan de rechterkant, ja, is hij 4 volt. En de rechterkant bedoel ik rechts van die weerstand, rechts van de geleider. En na die weerstand, na de geleider, dan is hij 0 volt. Dus de spanning, heb je dus hier, dit stukje is hij 4 volt. En na de geleider is hij 0 volt. Oftewel, het verschil over deze geleider, over deze weerstand, is 4 volt. We gaan weer eventjes verder. Want stel je voor, we gaan geen 4 volt gebruiken. Maar we verdubbelen het. Twee keer zo groot, dus het wordt 8 volt. Nou, als je dus 8 volt gebruikt, twee keer zoveel spanning, dan is het natuurlijk wel logisch dat de stroomsterkte ook twee keer zo groot wordt. Je pompt er twee keer zoveel energie in, ja, dan komt het natuurlijk ook twee keer zo snel de elektronetjes langs. Nou, je kunt ook zeggen van nee, ik noem het drie keer zo groot. Dan wordt de stroomsterkte drie keer zo groot. Vier keer zo groot. Dan wordt die vier keer zo groot. Oftewel, kijk, hebben we dit gedaan. Hè? Spanning 4, 8, 12, 16. En je ziet dus dat de stroomsterkte dan met gelijke pasjes meegaat. Oftewel, als dat gelijk gaat, dan kan ik ook u gedeeld door i eens bekijken. En zie je dus dat u gedeeld door i iedere keer gelijk blijft. Je denkt van, hé, hoe kom je nou op 20? 4 gedeeld door 220? Nee, maar stroomsterkte moet eigenlijk natuurlijk in amperes. Dus, hè, kijk, ik heb hier dus 4 en ik heb hier eigenlijk 0,2 ampère. En reken maar eens uit hoeveel 4 gedeeld door 0,2 is. Dan zul je ongetwijfeld zien, op je rekening zien, dat het 20 uitkomt. En dat is dus ook voor alle andere zaken. U gedeeld door i, die is constant. Ja, en als u gedeeld door i constant is, hoe ziet dan zo'n grafiek van u en i eruit? Ongetwijfeld wel eens gehad met wiskunde bijvoorbeeld. Hè? Als die twee constant zijn, althans als de verhouding constant is, dan is het diagram een rechte lijn door de oorsprong. Dus u gedeeld door i is constant. En die constante, dat is nu de weerstand van dat blokje. Hè? Dat blokje, de geleider, dat noemen we in feite al een weerstand. Maar hè, die constante. Die waarde, dat is de weerstand. Kortom, weerstand
van de geleider. Nou, eventjes een definitie. Wat is weerstand? Die geeft gewoon aan hoe sterk wordt de stroomsterkte tegengehouden. Het symbool voor de weerstand is de hoofdletter R. Resistance uit het Engels. Hoewel volgens mij Frans is ook zo'n woord, geloof ik. Zoek het maar een keer op, zou ik zo zeggen. En de eenheid, kijk, daar hebben we de ohm. Nou, daar we mee zijn begonnen. Ohm met OHM. En hoe kun je de weerstand nu berekenen? Nou, hebben ze net al gekeken. De weerstand kun je berekenen met U gedeeld door I. Ja, waarbij U de spanning is in volt. I de stroomsterkte in amperes. En dan krijg je dus de weerstand in ohm. Jawel, kijk, daar hebben we weer. En we kijken even naar een draadje. Kijk, hier is het draadje. Alle vrije elektronen gaan gezellig met elkaar van rechts naar links. En dan gaat ze aardig vlot af. En dat komt omdat er maar een lage weerstand is. Ja? En ja, als je niet wat tegenhoudt, dan kun je dus lekker gang maken. Oftewel, de stroomsterkte is hoog. Nee, stel je voor bijvoorbeeld dat de weerstand 10 ohm is. Dan zal dus de stroomsterkte 4 ampère wezen, bijvoorbeeld. Hè? Maar wat gebeurt er nu als je de draad wat insnoert? Ja? Ja, dan zie je dus van ja, het wordt wat smaller. En dan betekent dus dat de weerstand een beetje hoger wordt daar in het midden. Ja? En als de stroomsterkte hoger wordt, dan zal de stroomsterkte lager worden. Ja? Dus stel je voor, doordat je hem inknijpt, verhoog je de weerstand van 10 naar 20. Ja? Dat betekent dus een twee keer grote weerstand, betekent dat de stroomsterkte twee keer zo laag wordt. Dus van 4 wordt hij naar 2 ampère. En je kunt hem nog wat verder induwen, ja, dan krijg je dus dat ze nog moeizamer doorheen komen. He? Als dus de weerstand 40 wordt, ja, dan wordt die nog een keer verdubbeld, he, de weerstand, en dus de stroomsterkte nog een keer door de helft. Ja, dus weerstand hoger, stroomsterkte lager. Laten we eventjes een paar rekenvoorbeelden doen. Stel je voor, je hebt een stroomkring. Ja, batterijtje 24 volt. Nou, batterijtje, een flinke batterij. Hè? En er loopt een stroomsterkte van 800 mA. Hoe groot is die weerstand dan die hier wordt gedaan? Ga het eerst zelf even proberen uit te rekenen. Hè? En ga dan verder kijken. Nou, wil je weerstand berekenen? Hè? Dat is deze. Hè? De wet van Ohm wordt het ook wel genoemd. R is U gedeeld door I. En een kwestie van invullen, maar let op, hè, de stroomsterkte wel in amperes. Dus 24 gedeeld door 0,8 en dan kom je op 30 ohm. Ja, twee cijfers significant vanwege de 24 volt als laagste aantal significante cijfers. Stel je voor, je verhoogt de spanning naar wel 40 volt. Ja, en je stopt er een weerstand in van 10 kilo ohm. Hoe groot is dan de stroomsterkte? Ook hier weer eventjes zelf doen. En als je het zelf gedaan, dan ben je begonnen natuurlijk met de wet van ohm. Maar je moet I berekenen, dus die wet van ohm, die schrijf je even anders. Namelijk I is U gedeeld door R. In plaats van R is U gedeeld door I. Invullen en hier natuurlijk voor de weerstand 10 keer 1000, want die kilo, hè, je hebt hier kilo ohm, kilo betekent 1000, dus 10 kilo ohm is 10.000 ohm. En daarmee moet je rekenen. En 40 gedeeld door 10.000 is 0,0040 ampère. Nou, en dat kun je natuurlijk beter opschrijven als 4,0 milliampère. Ook hier weer twee cijfers significant. Nou, hebben we nu eens een keer de weerstand berekend. We hebben stroomsterkte berekend, dus precies, hè, we gaan de spanning berekenen. Ja, de stroomsterkte 10 ampère, weerstand 23 ohm. Hoe groot is de spanning? Nou, we voeren de spanning niet verder op, we gaan het meteen berekenen. Ja, wet van ohm, omschrijven, betekent dat je krijgt U is I maal R. I in ampère staat er al, R. Gewoon in ohms, dus kwestie van puur invullen en je komt op
230 volt. Maar let op, hè, die 230 volt mag je niet zo opschrijven, want significant is dus twee cijfers significant. Vandaar dus 2,3 keer 10 tot de macht 2 volt. En 230 volt is trouwens ook de spanning die bij jou op het stopcontact staat. Althans, ik hoop van wel voor jou. We pakken weer de stroomkring. Maar let op, klein verschilletje. We hebben hier nu niet een weerstand, niet zo'n geleider, maar een lampje. En lampje, ja, als daar een stroom in gaat, dan gaat het lampje gloeien. Branden. En dat is iets anders natuurlijk dat je met een weerstand hebt. Eerst eventjes hier. 4 volt. Ja, dan stroomsterkte 200 mA. En U gedeelte 3, hebben ze net ook gedaan, is 20. Maar wat gebeurt er nu als je de stroomsterkte, nee, niet de stroomsterkte, de spanning 2 keer zo groot wordt? Ja, dus als hij 8 wordt, dan blijkt dat bij een lampje hij begint feller te branden. Dat komt natuurlijk ook omdat er de stroomsterkte toeneemt, maar de stroomsterkte neemt niet 2 keer zoveel toe, maar slechts, nou wat zal het wezen, 1,75 keer of zoiets toe. Ja, dat betekent dus dat de stroom er minder makkelijk doorheen kan. Ja, de spanning wordt wel 2 keer zo hoog, maar de stroomsterkte, de elektronen, die ondervinden dusdanig weerstand dat ze niet dubbel zo snel er doorheen kunnen. En dat heeft gevolgen natuurlijk, want ja, dan is U gedeeld door I niet meer 20, maar die wordt iets groter. Want, let op, je deelt door I, ja, en I die wordt dus niet 2 keer zo groot, maar minder zo groot. Betekent dus dat de uitkomst lager wordt. Ja. En als de spanning 12 wordt, ja, dus 3 keer zo groot als 4, ja, dan wordt de stroomsterkte ook niet 3 keer, nee, die wordt nog weer lager. En als je dan U gedeeld door I berekent, wordt die 29. En hetzelfde met 16 volt, stroomsterkte lager. En U gedeeld door I is dan 34. Je ziet dus dat U gedeeld door I iedere keer oploopt. Oftewel, je kunt hier niet zeggen van ja, U gedeeld door I is constant. Dat is hier niet zo. Blijkbaar is de weerstand van een lampje niet constant. Die verandert iedere keer. Oftewel, U gedeeld door I is constant. Nou, niet voor alle geleiders. Als het constant is, dan noemen we zo'n geleider een ohmse weerstand. Dus een ohmse weerstand, ja, daar is U gedeeld door I altijd constant van. Maar bijvoorbeeld een lampje, ja, dat is geen ohmse weerstand. Want de weerstand van een lampje, die wordt iedere keer groter. Nou, dat denk ik eigenlijk ook. We hebben behoorlijk over weerstand gedaan. Dus wat gaan we nu eventjes doen? Precies, even ontspannen. Bedankt voor het beluisteren en wellicht tot een volgende keer.